Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En zoals eerder al gezegd, u heeft de afgelopen dagen kunnen kijken naar beide trainers. En we zouden ook nog langs gaan bij de spelers. En dan beginnen we bij de spelers van Capelle. En zij stellen zich niet aan u voor. Nee, we laten gewoon heel decadent een filmpje zien. En dan beginnen we met de aanvoerder. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just can't. Lars Bosga, nou, we hebben net het filmpje gezien. Even kort, hoe lang zit je al bij de club? Dit is mijn zesde jaar. Ik heb daarvoor zes jaar bij Excelsior gespeeld. En daarvoor bij Capelle altijd, vanaf kleins af aan. Dus even een uitstapje gemaakt en weer teruggekomen. Ja. Inmiddels je zesde jaar hier weer. Afgelopen zaterdag hebben we het al een beetje kunnen zien. Dan heb je weer een hoop nieuwe spelers om je heen. Hoe is dat? Nou ja, het is natuurlijk wennen. Ik bedoel, je hebt een nieuw elftal nu in één keer. Elf nieuwe spelers erbij. En ja, dat is wennen aan het begin. Maar tot nu toe gaat het... de voorbereiding is wel goed gegaan. Zaterdag een mindere start. Maar het is positief, gaat goed. Het gaat goed komen ook nog? Het gaat zeker goed komen. Okay, nou dan gaan we heel snel naar die andere ook. En daar ziet u ook even een filmpje van. Spot, spot, spot! En dat was het filmpje van je Excelsior tijd. Nu Capelle, aardige overgang of? Ja, ik ben meer dan tevreden inderdaad. Nou, ik kan me voorstellen dat het even wennen is, want hoe lang heb je in het betaalde voetbal gezeten? Als betaald prof 9 jaar. En niet betaald prof? Ja, ik zat vanaf mijn 16 bij Utrecht, dus reken maar uit. 3 jaar. We hebben, je hebt bewust die overgang gemaakt. Hè? We hebben de interviews ook kunnen lezen. Liever een topklasse dan FCM'en? Nou, kijk, natuurlijk als je bij een betaald voetbalclub kan blijven, moet je dat altijd doen. Maar ja, je moet het gewoon afwegen wat de aanbieding is, de uitdaging. En bij Excelsior had ik graag willen blijven, heb ik altijd gezegd. Alleen daar kwamen we niet goed uit. En Capelle was al heel vroeg... een optie en daar ben ik voor gegaan en geen spijt van gekregen. Nee, want als je kijkt naar de selectie van Excelsior, dan missen zij, of tenminste missen, dan zou je de ideale oude man zijn, zeg maar. Ja, dat moet altijd nog maar blijken, maar ik had daar wel de oude man geweest inderdaad. Ja, ik hoop dat het dat nu zonder mij ook goed gaat, maar ja, het is af en toe nog, je kijkt het wel, maar misschien kunnen ze nog wat ervaring gebruiken, maar dat is altijd een koe in de kont kijken. Je gaat het nu bij Capelle proberen. Hoe waren de eerste weken met Leen? Nou, heel positief. Goed. Leen is natuurlijk een aanwinst. Niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. Goede gozer voor de groep. En is heel positief. Wat is Leen zijn meerwaarde? Zijn humor. Ja, dat ook in de groep? Ja. Buiten dat heeft hij natuurlijk ook ervaring. Maar, het is gewoon een lekkere positieve jongen. Precies. Nou, die kun je dan even meenemen. Wat is Lars Bosga voor een type? Ideale aanvoerder. Want? Ja, nou ja, zijn doen en laten in het veld. Hij ligt fantastisch in de groep. Iedereen luistert naar hem. Goed verlengstuk van de trainer, daar ben je ideaal aanvoerder. Af en toe een nuttige overtraining kijk op het randje? Ja, net over het randje, dat is toch mooi. Hij was aardig zaterdag, toch? Of niet? Het was een aardige overtraining, ja. Het was terecht de gele kaart, denk ik. Maar misschien moest die overtraining even gemaakt worden. Ja, daarom zei ik het ook. Aanstaande zaterdag hebben jullie Barendrecht. Nou, je hebt hem al een paar keer gespeeld. Wat zijn dat voor wedstrijden? Het zijn altijd andere wedstrijden om te spelen. Is natuurlijk onderling ken je elkaar. Voetballend komt het niet altijd echt uit. Maar het zijn altijd pittige potjes waar aardig duels worden gespeeld. Wat ga jij zaterdag verwachten? Want jij speelde voor het eerst, toch? Ja, het is voor het eerst dat ik tegen Barendrecht speel. Ja, wat ga ik verwachten? Spits volgens mij die bij Capelle heb gevoetbald de afgelopen jaren.
En ik verwacht dat wij gaan vlammen. Zeker na afgelopen zaterdag. Waarin we een goede pot op de mat hebben gelegd. Alleen geen scorend vermogen hebben gehad. En ik hoop dat het er nu uit gaat komen. En ik ben ervan overtuigd dat het er ook over uit gaat komen. Je hebt wat goed te maken en er komen wat oud-ploeggenoten. Ja, klopt. Na zaterdag, na het verlies, moeten we zaterdag winnen. En inderdaad, de oud-ploeggenoten met Bob Vermeunt, Mario Richard, Laurens Visser. Toch wel leuk, maar zaterdag gaat het toch om de punten. Ja, want er lopen er ook nog twee en andere aan jullie kant, zeg maar. Hè? Van der Pluim en wie is die andere? Peter de Lange. Peter de Lange, inderdaad. Leeft dat bij de jongens? Merk je dat in zo'n week in de aanloop ernaartoe? Ja, natuurlijk merk je dat. Dus onderling praat je erover en je merkt dat het leeft. Wat gaat het worden? 0-2. Wat gaat het worden? 1-3. Nou, je ziet het. De Capellenaren zijn volledig overtuigd van de winst. Morgen gaan wij naar Huissen en Vermunt. Die hier onder andere heeft gespeeld. En de lachers op de hand krijgt als ik zijn naam al noem. Die kunt u dan zien. En natuurlijk de samenvatting op zondag met het commentaar van Erik Huissen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.